Ja, natuurlijk Fischie hier weer en vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. En op de achtergrond zien jullie gameplay van Kevin, oftewel Vaag Junior. Hij haalt hier 69-10 op Kill Confirmed Terminal MB3 natuurlijk. Hij haalt hier een MOAB, hij haalt hier bijna een double MOAB en hij haalt in ieder geval een MOAB met zijn teammaatje. Dus zijn teammaatje haalt ook nog een MOAB. Super cool natuurlijk en hartstikke leuk natuurlijk. Hij speelt op de PC, dus PC gameplay en hij speelt zelfs echt met toetsenbord en muis en zo. Ik vind het echt super knap, want ik kan er echt niet mee omgaan. Ik had het van de week geprobeerd nog even met Ronald even, met het gameportaal. Maar ik kan er echt niet mee omgaan. Geef mij maar gewoon een lekkere controller. Is voor mij gewoon een stukje makkelijker. Vergeet natuurlijk even een blauw duimpje omhoog te geven, want de Q&A serie is natuurlijk... Wordt altijd leuk geliked, lekker geliked en zo. En ik wou nog doorgeven dat ik ook andere video's online zet natuurlijk vandaag. Zoals de Sharpshooter 2550 serie. Die is vanmorgen online gekomen. Die is echt matig bekeken. Dus ik weet niet of jullie dat in de subbox hebben gehad. Ik wil dat wel even doorgeven nog. Vanmiddag komt ook nog Gun Game. En nog eventueel komt nog met Paul samen FIFA. Online. Dus vandaag 4 video's. Hartstikke leuk. We gaan lekker gewoon even over naar de gameplay. En trouwens, heb je nog een vraag aan mij? Laat het even achter bij de comments. Hè? Dan, ik spaar ze op en dan beantwoord ik ze vanzelf wel een keer. Ja. Oké, de eerste vraag van... En ik zie nou dat ik de verkeerde heb gepakt. Want ik moet deze hebben. Van Tattoo Ari. Nice, Fishy. Q&A. Hoeveel koffie drink jij gemiddeld op een dag? Nou, ik drink eigenlijk de laatste tijd wat minder koffie. Maar soms heb ik wel eens behoefte aan koffie. En dan drink ik wel 5-6 pakken op een dag of zo. Dat was echt vroeger echt wel een stuk of 10 of zo. Echt super slecht natuurlijk eigenlijk. Maar de laatste tijd misschien 2 of zo. 2 pakjes koffie op een dag. Ik drink echt heel weinig koffie. Dat komt ook door het warme weer, moet ik eerlijk zeggen. Het warm weer, dan drink ik... Meer thee. En lekker alleen maar water eigenlijk. In plaats van koffie dus. Ja, het was veel. Maar het is wat minder aan het worden. Richting 2 à 3 bakken koffie. Probeer ik in ieder geval. Want het is gewoon ook beter voor je. Ja toch. Volgende vraag van Bam Hollemans. Leuke video. Fish. Chris staat er. Q&A. Ga jij dit jaar ook met vakantie? Zo ja, met wie en waarheen? Nou, het was eigenlijk de bedoeling om op vakantie te gaan met mijn vader. Eigenlijk met z'n tweeën gewoon. Naar Kroatië. Daar ben ik 2 keer eerder geweest. En ik zeg tegen mijn pa van... Pa, ga lekker mee naar Kroatië en zo. Dat was echt maar 250 tot 300 euro of zo. Gewoon voor een 8 dagen of zo. Met hotel, met ontbijt en avondeten. Dus echt zo goedkoop is voor Kroatië. Maar ja, ik heb natuurlijk net een auto betaald. En tenminste, ik heb de helft betaald van de auto. Zal ik het zo zeggen. De andere helft moet ik nog aflossen. Of we kijken wel, misschien dat we samen gaan gebruiken. Mijn vader zegt van, het hoeft niet in principe, want ik gebruik ook die auto. Oké. Maar in ieder geval, ja, ik ga dus niet op vakantie vanwege een auto. Ik vond een auto gewoon belangrijk als ik eerlijk ben. Ja, ik moet gewoon mobiel zijn, weet je. Ik moet gewoon overal naartoe kunnen. En dat vind ik gewoon het allerbelangrijkste eigenlijk op dit moment wat ik nodig heb, zeg maar. Volgende vraag van de Tommer. Q&A, wat vind je van sub voor sub? Ik vind het bullshit. Je bedoelt van sub op mij en dan sub ik op jou. Dat is het eigenlijk meer het verhaal. Ja, ik heb er zelf nooit aan gedaan eigenlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld een heel klein kanaal bent, hè, en je hebt in het begin heel weinig abonnees, dat je dan dat wel gaat doen. Omdat je gewoon ja, in ieder geval een beetje abonnees wil hebben. En hè, als je dan elkaar... een beetje steunt in het begin, hè? Als je een kanaal hebt van 20 abonnees, ik zeg maar wat, ja toch? Dan snap ik het wel dat mensen dat doen en dan, ja, ik zou het bijna aanraden eigenlijk, omdat ja, je moet toch je kijkers hebben en je moet toch op een of andere manier ergens in een zoeklijst terechtkomen. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dat gewoon doen. Kijk. Ik had gewoon de mazzel natuurlijk toen ik begon en ik kreeg meteen een shout-out van Paul en ik had echt geloof ik na een dag had ik al 150 subs of zo, maar 150 abonnees, ja, dan is het natuurlijk een stukje makkelijker gewoon om zo te beginnen. Maar als je gewoon echt 20 abonneetjes hebt, nou ja, ik zou het gewoon doen. Ik zou sterker nog, ik zou je hele familie, die moet gewoon lekker kijken, die moet gewoon abonneren bij jou, een accountje maken, je hele familie, abonneer bij je, een like geven, zo werkt het gewoon al eenmaal in het begin.
De volgende vragen van Mr. Glitches, nummer 12. En die heeft een hele moeilijke vraag. Nou, een moeilijke vraag, maar een moeilijk onderwerp. Q&A, wat vind je van mensen die met kanker schelden? Ik persoonlijk heel erg, omdat mijn moeder kanker had. PS, nice video, Chris. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik scheld wel eens met kanker. Dat, ja, sorry. Maar, kijk, ik vind het wel een verschil in zitten. Ik vind een paar dingen erin. Er zitten verschillen in tussen van iemand van... Krijg de... Ja, toch? Of... zooi. Dat vind ik gewoon een heel groot verschil. Want de ene wens jij iemand wat. Ja. En de ander... Dan zeg je gewoon dat het gewoon eigenlijk een klote zooi is. Snap je? Ja. Als iemand loopt te klooien... Dan zeggen we ook wel eens... Hij loopt te kankeren. Ja. Maar dat betekent meer van... Hij loopt echt... Ja, hij loopt gewoon de boel te verkrachten, zeg maar. De game te verkrachten bijvoorbeeld. Ik zeg maar als voorbeeld. Dus ik vind dat gewoon een heel groot verschil. Daarnaast hebben mijn ouders... Mijn moeder heeft ook huidkanker gehad trouwens. En mijn oma heeft baarmoederkanker gehad. En slokdarmkanker. Dus ja, ik heb ook wel een familie waar kanker in zit en zo. En ik kan me best voorstellen dat het gewoon kloten voelt, zeg maar, als je dat hoort. En ja... Ik probeer er zelf wel wat op te letten en zo. En zeker in mijn video's, hè. Ik zeg het nooit in principe. Voor mij is het 1 keer eruit gevloept met me of zo. Ja, daarentegen, ja. Als je scheldt met aids en zo. Een tering, een tyfus, een pest. Dat zijn ook allemaal ziektes. En het is ook niet allemaal heel erg lekker. Maar ik begrijp wel dat... Kijk, kanker, dat is het gewoon... Weet je, dat is gewoon iets... Dat is gewoon heel dichtbij, hè. Iedereen kan het krijgen. Iedereen is... Elke familie heeft al iemand gehad waarin iemand kanker heeft gehad. Dus ik kan me dat voorstellen dat het gewoon heel erg kloot is. Maar ja, daarentegen, ja, als iemand zegt ebola of zo, zeg maar wat. Ja, toch, dat is ook niet lekker, snap je? Pestering en zo. Dus ik blijf het wel een beetje een moeilijk onderwerp vinden. Ik zelf hecht er niet heel veel waarde aan, als ik heel eerlijk ben. Maar nogmaals, ik kan me wel voorstellen dat mensen dat echt heel erg kloot vinden. Trouwens, voor de mensen die nu kijken... Laat jouw mening maar hierachter. Dat is op zich een goede... goed iets om daar misschien wel over te hebben bij de comments. Volgende vraag van Jordi Peters. Q&A. Welke kot wil je dat volgend jaar uitkomt? Ik mag aannemen dat je natuurlijk na Black Ops 3 bedoelt. Welke Call of Duty zo uit? Ik denk zelf dat er Ghost 2 uitkomt. Want Ghost had natuurlijk een open einde. En als het goed is, gaat volgend jaar weer... Infinity Ward gaat het... maken, denk ik. Anders krijgen we een Advanced Warfare 2. En dat hoop ik liever niet, als ik heel eerlijk ben. Maar ik denk zelf Call of Duty Ghost 2 dat eruit komt. Ja, ik hoop nog steeds op een nieuwe Modern Warfare, maar dit kun je gewoon vergeten. Dat komt er echt niet meer. Je kan niet echt helemaal weer back to basic gaan. Je bent gewoon, hè, Call of Duty is gewoon nu een bepaalde richting ingestapt. Ik bedoel mee bijvoorbeeld, hè, in de toekomst kun je gewoon veel meer dingen doen. Want ja, dingen die nog niet bestaan. Ja, dat is natuurlijk makkelijker om daar een game op te baseren. Dan dat je bijvoorbeeld elk jaar dezelfde basis hebt, zeg maar. Je moet vernieuwen natuurlijk. Dus ik begrijp best wel dat... Ik denk in ieder geval dat Call of Duty Ghost 2 uitkomt. Het zou nog eens wel erg zijn. Eigenlijk. Als ze maar gewoon die helft omhoog gooien. Want de helft is echt verschrikkelijk. Van Mr. Johnny73, oftewel Mr. Kingfish. Leuke Q&A weer, Fishy. We weten allemaal dat de DLC van Black Ops 3 als eerste naar de PlayStation 4 gaat komen. Verwacht jij dat de verkoop van de PlayStation 4 nu nog verder zal gaan stijgen? Nou, dat zou best kunnen. Dat de PlayStation 4 beter verkocht wordt, natuurlijk. Het is natuurlijk... Fijn als er op een console natuurlijk een map pack bepaald eerder komt. Hè, dan gaan mensen zijn dan geneigder om. Geneigd om een console eerder te kopen. Hè, omdat een bepaalde game erop komt. Kijk, voor mij boeit het helemaal niks. Ik vind allebei de consoles gewoon prima. Weet je. Ik ben er gewoon hartstikke blij mee. En ik wil allebei die consoles hebben. Ook al is het alleen al dat bijvoorbeeld op de Xbox One nieuwe Gears of War komt. Dat vind ik ook super vet. Dus denk ik dat de verkoop gaat stijgen? Ik denk dat het wel mee valt. Ik denk dat het echt uiteindelijk mee zal vallen. Dus misschien een beetje. Dat is mijn antwoord. Volgende vraag van Robbie. Oh, dat moet wel snel zijn. Robbie Rotengatter.
Q&A, wat vind je van metal muziek? Ah, dan kijk ik heel snel op antwoorden. Ik vind het echt helemaal niks. Ik word er echt helemaal zenuwachtig van. Ik kan er ook echt niet naar luisteren als ik eerlijk ben. Ik hou er ook helemaal niet van. Sorry. Nou jongens, de gameplay is weer over. Vergeet niet duimpje te geven. Vergeet niet je vragen te laten. En dan zeg ik natuurlijk als altijd dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. En kijk ook de andere series, zou ik zeggen. Er zitten echt leuke series tussen.